We hebben vergrijzing, er stoppen mensen. De recessie heeft natuurlijk ook het nodige met zich meegebracht dat mensen minder snel aanmelden. Het kan niet zo zijn dat straks als mensen 112 bellen dat er geen brandweer meer komt. Dus we moeten gewoon zorgen dat we goed wat dat betreft qua personeel in ons jasje blijven zitten. Ik ken eigenlijk geen post waar niet mensen nodig zijn. Hetzelfde geldt in Doetinchem. En in Doetinchem is het, vind ik wel, maar dat is ook, daar sta ik ook hier, is het wel nijpend aan het worden. Dus we hebben wel dringend behoefte aan nieuwe collega's. Maar het is brandweerbreed en echt posten in de omgeving. Ja, we kunnen gewoon overal mensen gebruiken. En niet alleen nu, maar over een jaar, over twee jaar. Als ik nu kijk naar de mensen die hier werken, zie ik de komende jaren toch ook weer mensen gewoon door natuurlijk verloop verdwijnen. En die gaten moeten ook gevuld. Dus we hebben nu tekort. Maar het tekort wordt alleen maar groter. Dus, Wacht niet te lang met solliciteren. Ook al ben je man of vrouw, dat maakt helemaal niet uit. Als je het leuk vindt en je voelt je aangetrokken tot het beroep, dan moet je het zeker doen. Op welke manier gaan jullie proberen om nieuw personeel te werven? We hebben samen met de gemeente een plan opgevat om een brief te sturen naar de omgeving. En aan de omgeving moet je denken aan een 3 tot 4 minuten rijden vanaf deze kazerne. Waarbij we mensen zoeken zeg maar, tussen de 18 en de 40 jaar. En volgende week hebben we een informatieavond op de Prinsjesdag. En waarbij we belangstellenden uitnodigen om hier informatie te komen halen over het vak van vrijwillige brandweerman.